Het is eraf, het is een schapje. Ik zeg zo, en wij hadden dus u een half uur kunnen bij jou zitten in een zetel. Dat is een enorme gunst die ze heeft toegestaan. Ik herinner mij de opening van de Keizerlijke Karatentoonstelling. Dan vertegenwoordigde zij het Koninklijk Hof. En ze moest normaal plaatsnemen tussen de gouverneur en de burgemeester. En ook wisten dat ze zaken was daartoe. Maar ja, wie waren dat? Dat was Luc van den Bossen. Rood en vrijzinnig, dat was Herman Balthazar, rood en vrijzinnig, dat was Frank Beke, rood en vrijzinnig. En ze weigerden om tussen ons in te zitten. De winterconferentie, nieuwsconferenties werden gespeeld, net al de keuze voor Pirke. Dames en heren, die keuze lag voor de hand. En ook lag de keuze voor de hand om door middel van een pop in feite de maatschappelijke actualiteit te becommentariëren. Dat is een bijzonder goede vondst. En de poppenspeler van die pop is daar eigenlijk een soort intermediair tussen en tegelijkertijd ook een soort schots tussen. Maar het is eigenlijk wel heel erg leuk dat Luc dat vervreemdingseffect zeer bewust doorbreekt als hij zelf, een man van vlees en bloed, voor zijn poppenkast komt staan en als hij dan ongezouten de waarheid blijft zeggen. Maar waarom nu Pierlala? Pierlala is natuurlijk een figuur uit een volksliedje, hè? Dat is Pierlala en Kistje, lach maar zijn kribbeltjes bloed. Maar... Dat is de afkomst van ons Pierke, de Pierrot-figuur uit de Comédie de Nacte. Maar Pierke is inderdaad de echte weerspiegeling van de Gentse volksziel. Hij is rechtuit, hij spot heel graag, hij is kritisch, maar hij draagt zijn hart echt op de juiste plaats. Ik vind het fantastisch.